We zijn een kliniek aan het geven voor running blind. Dus hardlopen met een buddy met een lint ertussen. Wij zijn op uitnodiging van SISU op uitnodiging terechtgekomen. Omdat twee blinden en slechtzienden hier in de buurt waren. En die hadden van running blind gehoord. En daardoor geven wij hier nu een kliniek aan de trainers. Dus dat echt, maar ik heb nog wat redelijke restvisies. En ik loop wel eens los ook mee. Maar wel met een buddy die wel altijd, of juist met boomwortels dekt, putdeksel, stoep omlaag, heuvel op, heuvel af. Altijd hele korte signalen, zo kort mogelijk. Ik heb gezien dat sommigen een donkere bril op hebben, die, ja. Zodat ze zelf kunnen ervaren hoe dat is om blind te zijn. Ja, dus. Dan gaan we hier naar links en dan gaan we dadelijk slalom naar rechts. Nu naar rechts. Ja, dat zijn simulatiebrillen. Zijn verschillende oogaandoeningen. Je hebt kokenvisie of je hebt een wazig beeld. En je hebt blind. Ja, blind is gewoon zwart. Dus we hebben voor vier verschillende oogaandoeningen hebben wij brillen bij ons. Hardlopen is voor de buddy zo kort en krachtig mogelijk aanwijzingen geven. Dus bocht naar links is echt bocht naar links nu. Weet je, heuvel nu op, heuvel af. En ja, zo kort en krachtig mogelijk. Maar als je aan het trainen gaat met een buddy, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Maar communicatie is heel belangrijk. Met een lint zijn we verbonden. De ene wil hem rechts, de ander wil hem links. Lang gerekt of kort gerekt. Soms ja, heb je hand in hand samen als het heel smal wordt. Of achter elkaar. Maar je blijft verbonden aan elkaar. In de benen. Weet je, het geeft ook heel veel respect tijdens een halve marathon of een 10 kilometer. Want ja, ze zien dan dat je samen loopt. En daardoor krijg je heel veel respect van lopers die je inhalen. Mijn komende loop is de Europa Run van Parijs naar Rotterdam.